heb me altijd gesitueerd in verhouding met de grote kunstenaars. Ik heb dat altijd in mij gehad. Dus ik leef altijd met een zeer gezonde frustratie dat ik er nooit zal geraken. En dat maakt ook dat ik altijd zal blijven werken, dag in dag uit. Als ik mij naast de hedendaagse kunst aan moet zetten, ja, men is rap overwinnaar als men wat een oog heeft. Dat is niet moeilijk. Nee, je moet je meten met de grootheden. Hè? En dat, daarom dat ik ook altijd werk als een bezetene. Nu, ik heb het ook in mij, maar laat me Seves Rembrandt zien. En ik zeg, ik raak in paniek, want er moet hier nog zoveel gebeuren. Hè? En dan zeggen ze, ja, maar Rembrandt was vroeger. Nee, nee, Rembrandt is morgen. Dat is het groot verschil. En Rembrandt was niet vroeger, Rembrandt is morgen. En wie toek is het ergste wat aan een kunstenaar, van wat je kunt voorstaan? Dat is niet van mij, dat is van Picasso. En als hij het al zegt, kun je voorstellen wat dat voor ons is. Ja. Om toch tot mijn meester te blijven schilderen. Hè. Dat ik nog zoveel te doen heb. Als Picasso 80 jaar heeft geschilderd, heb ik er 320 nodig. Ik denk niet dat dat mij gaat lukken. Dus ik, de ambitie is zo oud mogelijk te worden. Niet om de mensen zien mee te groeien en mee te creperen met mij, maar om zoveel mogelijk mijn plastisch syndroom te verwezenlijken. Zo ver mogelijk te geraken. Waar het de mensen aan het ontbreekt, voor mij een dag van vandaag, is aanbidding. Mensen maken niet graag meer van mensen goden. Ze maken graag van goden mensen. Merckx is een betere wielrenner dan Sam Dillemans. En ik ga niet de kleine kanten van een god in het licht stellen, in het licht plaatsen, om te zeggen, kijk, hij is eigenlijk in zijn menselijke kantjes even klein als ik, dus we staan toch dichter bij elkaar. Nee, Michelangelo moest ook naar het toilet, dat is een feit, dat moeten we allemaal. Maar zet iedereen aan de Sixtijnse kapel en ze raken nog niet eens een stelling op. Dus, en dat is belangrijk. We moeten ook op de knieën kunnen vallen voor iets of voor iemand. Nu is er een enorme versnippering. Iedereen doet dan alles een beetje, maar niets te goed. Iedereen is kunstenaar op dit moment. Als je op de straat aan iemand vraagt, wat doet jij in de vrije tijd? Ze doen buiten veel stabiliteiten. Is er wel een pot aan het bakken? Is er een andere schilderij aan het maken? De ander is op zijn gitaar aan het tokkelen. We zijn allemaal lekker creatief. Maar weet je, veel mensen zijn creatief, maar weinig zijn kunstenaar. Maar ik vind dat niet erg. Dat is een democratisch systeem dat ik verdedig. Maar het probleem is dat die pottenbakker, die vrouw van 93, die twee potten heeft gedraaid, dat hij daar 20 exposities mee wil doen. Dan wordt het vermoeiend. Het is niks zo erg als een halve schilder.
is niks zo erg. Ja, als een halve. Je moet proberen een volledige te zijn. En dat vraagt veel opoffering, hè? Maar de ergste opoffering is een halve te zijn. Maar veel mensen kiezen voor de halve. Sluiten compromissen. Het leven zit vol compromissen. Hè? Maar de kunst kent geen compromissen. Dus, je moet eigenlijk permanent in studie zijn naar jezelf. Jezelf in vraag stellen. Zonder egocentrisch te worden. Maar jezelf in vraag stellen. Op ontdekking gaan naar het innerlijk. Zonder psychedelisch, zonder filosofie daar rond. In al de mogelijkheden die we hebben, is er nog zelden iemand die aan de rand van de weg naar een boom kijkt en zegt, oh, die boom, prachtig. Die boom is prachtig. Gebeurt er meer. Gebeurt zelden. En als het toen is geprogrammeerd op zondag, met de kinderkoets voorop, een kinderkoets met 17 verdiepingen, en dan, vandaag gaan we naar de bomen kijken. Snap je? Maar zo steken die in elkaar. Dus waar gaan ze? Ze gaan naar Walibi. Ze gaan naar een tentoonstelling van hedendaagse kunst. Hoe hedendaagse, hoe liever. Want dan zijn ze mee met de smaak. Ze willen vooral niet versleten worden voor oude nichten. Terwijl ze dat ze dat eigenlijk wel zijn. Omdat een jonge nicht staat met zijn ogen open, gelijk Jacques Brel, naar de wereld te kijken. En zij zijn verouderd. En toch denken ze dat ze mee zijn met de tijd. Mee zijn met de tijd is altijd creperen. Dat is het probleem. Je moet niet mee zijn met de tijd. Je moet mee zijn met de poëzie. Je moet mee zijn met alles wat boven de tijd staat. Wat niets met de tijd te maken heeft. Dan heb je kans om dichter bij dat goddelijke te komen. Dus, de mens, conclusie. Wat doet hij met de vrije tijd? Hij verkloot.